Er was al een boek en nu komt er ook nog eens een operavoorstelling over Jos van Rij. El Rij, zo heet die voorstelling. En hij is deze zomer te zien in verschillende openluchttheaters. Het is een initiatief van bariton en ook nog kersvers Venlonaar van het jaar Sef Tessen en van sopraan Fenna Ogajensek. Meneer Tessen, een opera over Jos van Rij. We hebben toch al alles gehoord en gezien over die man? Inderdaad. En dat was voldoende inspiratie om dit te doen. Ja, het was in eerste instantie ook niet de bedoeling om per se iets over Jos van Rij te maken. Maar om aan iedereen te laten zien dat opera van alle tijden is. Opera heeft altijd onterecht een beetje een stoffig imago. En de kracht van deze stukken is juist dat ze kunnen laten zien dat de essentie van de muziek past bij elk actueel verhaal. Maar hoe komt Van Rij bijvoorbeeld, want dat is dus wel het hoofdonderwerp geworden, El Rij, zo gaat de voorstelling ook heten, terug in het stuk? Ja, hij speelt zelf niet mee, dat lijkt me helder, maar hoe komt hij terug? Nou ja, goed, het verhaal is zo dat het wordt op dit moment geschreven door Frans Pollux. En het is gewoon, en op dit moment is het gewoon belangrijk dat wij zijn verhaal dus gewoon gebruiken. Dat is de grote inspiratiebron. Hoe hij daarin terug gaat komen, ja, daar zijn we ook in spanning op het wachten. We hebben wel wat vertalingen in de aria's gezien. En dat is heel spannend. En opera is natuurlijk wel drama. Het verhaal van Rij precies. Is natuurlijk ook een beetje drama. Alles, alles wat in de media verschijnt over Jos van Rij is gewoon inspiratie voor dit verhaal. En opera is intrige, bedrog, wraak, wanhoop. Nou, sla de krant maar open. Het zit er allemaal in. Vul aan de voorstelling, ik hoor het al. Laten we even kijken naar een stukje van een aria van Mozart. Die wordt gebruikt in El Rij, uiteraard met een andere tekst. Vieni, vieni, dacci da rim la mano. Hebben jullie Van Rij ingelicht over het feit dat hij onderwerp van gesprek gaat zijn in de operavoorstelling? Nee, daar zagen we eigenlijk geen reden toe van tevoren. Want voor mij was ook een grote inspiratiebron de hype nu ook rondom series als House of Cards of Borgen. Het is allemaal zo populair, deze politieke intriges. En wij hebben onze eigen Limburgse politieke intrige genomen. Dus... Kijk, het houdt gewoon de hele provincie ongelooflijk in de greep. En we kunnen de krant niet openslaan. Of, het hele land deze, zelfs, we kunnen L1 niet opzetten. Het komt iedere dag wel op een of andere manier voorbij. Inderdaad, in het hele land. En in Limburg natuurlijk in het bijzonder. Nou, het is gewoon heel mooi dat we op die manier die brug kunnen maken. Ook gewoon naar het opera-genre. Ja, want Fenna zei net in het begin van... je wil opera ook uit het stoffige imago dat het toch vaak heeft halen. Mm-hmm. Hopen jullie hiermee ook vollere zalen te trekken? Want alles wat om Van Rij draait, trekt volle zalen letterlijk en figuurlijk. Nou, ik denk dat het met name voor ons van groot belang is dat je kunt laten zien dat die emoties van alle tijden zijn. En op het moment dat dat een groot publiek aanspreekt, dan zou ik dat heel erg mooi vinden. Maar ik denk dat het, mij gaat het althans met name om de volgende stap. Ik zou het heel mooi vinden dat het inderdaad leidt tot een volle zaal, maar dat die zaal daarna de volgende stap maakt. Bij een voorstelling over en dus Frans dat ze gewoon Wekers echt of Mark daadwerkelijk Rijen, nee, dat ze ook eens bijvoorbeeld naar een opera gaan. Naar een andere opera gaan kijken. Ja. Hoe gaan we het straks dan zien? Jullie zijn erbij betrokken, maar ook Suzanne Segers is daarbij betrokken. Ja, Suzanne Segers wordt de verteller van het verhaal. Ja. Vanuit de ik-vorm, dus vanuit de vorm van Jos van Rij. Suzanne is Jos. In eerste instantie, ja. Dus alle regels zijn weg. En we hebben natuurlijk niet zomaar Suzanne Segers gevraagd. Het wordt niet met het boek op schoot wat vertellen. Suzanne is natuurlijk een hele goede actrice. En daar gaan wij volop gebruik van maken. Ja. Samen met het Helikon Ensemble onder leiding van Bjorn Bus en Robert Weirog aan de Vleugel. Dus het wordt een mooie club mensen. En een Limburgse productie. Dus daarom ook met een... Limburgs verhaal. Limburgs thema. Muziekkenners hier aan tafel en volger van Jos van Rij ongetwijfeld ook, of niet? Lex? Nou ja, volger van Jos van Rij. Nou ja, en het Westen wordt, kijkt iedereen natuurlijk naar Limburg, is Jos van Rij. Ja, nou ja, tegenwoordig hebben we ook Mark Verheijen en... Frans Wekers. We hebben een heel rijtje intussen. Precies, ja. Jullie krijgen nog druk in de komende jaren. Nou ja, het zou wel leuk zijn als we het over een paar jaar weer kunnen doen over een ander thema. Ja.
Ja, er is natuurlijk heel veel te doen politiek en daar kun je ook heel veel vragen bij stellen. Maar nogmaals, dat is eigenlijk, dan ga je in de politieke discussie zitten en daar willen wij juist van weg blijven. Het gaat ons juist dat wij een actueel verhaal hebben en deze keer is dat de politiek, maar dat had ook zomaar iets anders kunnen zijn. En heeft Oprah dat nodig, dat actuele verhaal dus, om mensen wat nog meer te trekken? Ik zeg niet dat Oprah het nodig heeft. Het enige wat ik wel zie is dat we in ieder geval al een generatie kwijt zijn in de klassieke muziek. Als ik mijn dochter, die wordt thuis opgevoed met Dichterliebe, met Winterreizen, die weet niet beter, omdat ze dat spontaan meekrijgt. Die stuur ik naar school en die onwetende juffrouw die doet in de muziekles meteen een cd'tje van K3 erin. Ja. Ik heb niks tegen K3. Maar als je Dichterliebe en Winterreizen gewend bent, dan heb je een zware reis te maken. Ja, dus dit is opleiding bijna, verplichte kost. Nou ja, wat we merken is dat de mensen die normaal graag naar onze concerten komen luisteren, die komen sowieso graag, omdat ze graag een operavoorstelling willen horen. Maar onze kennissenkring, die misschien niet zo vaak komt, die zeggen, over een actueel verhaal, hoe gaan jullie dat doen, interessant. Dus zo proberen we ook mensen te triggeren om eens naar echt die opera in een nieuw jasje te groep groter maken en hopen dat ze later ook nog eens naar een andere opera voorstellen. Ja, maar nou, die volgende stap, daar hoop je op. Dat zou gewoon een ontzettend mooie... Je hebt het net, Sef, over de jeugd en opera, dat niet echt een match made in heaven nog is. We hebben hier twee jeugdige mannen aan de overkant van de tafel zitten. Zijn jullie alles? Hallo, al die andere jeugdigen. Ja, maar jij komt het verhaal promoten. Zijn jullie al eens naar een operavoorstelling geweest? Joeri? Nee, ik vond het. Ik zat net ook nog even te kletsen. En ik moest even bij mezelf te raden gaan. Maar ik denk, ik heb inderdaad nog nooit een opera gezien. En ben niet zo bekend met klassieke muziek. En ik denk echt dat het gewoon te maken heeft met waar kom je vanaf? Wat zijn eigenlijk je passies en waar ligt je hart? En, zo zal iedereen zijn eigen gevoel hebben bij, in mijn geval is dat sport. Ja. En bij deze mensen ook een deel muziek. En bij Lex veel muziek ook. Ben jij al eens naar operavoorstelling geweest? Nee. Ja, het is ook maar wat je voorgeschoteld krijgt. Maar slim om bijvoorbeeld zo'n thema als Van Rij nu te gebruiken in een operavoorstelling. Ja, ik denk heel slim. Omdat het gewoon dit is een actueel thema en gecombineerd met opera. Ja, ik denk dat heel slim. En marketingtechnisch is het natuurlijk geniaal bedacht. Ik bedoel, het trekt gelijk de Limburgse aandacht al meteen. Ja, dus ik zeg altijd, it's not the day that nothing happened to two boring people. Ah, mooi. En Ton Engels, wat vind jij ervan? Ik vind het geniaal. Volgende keer over Holleder, zou ik zeggen. En als alle mensen komen die ook afgelopen week weer op Van Rij stemden, nou dan trekken jullie werkelijk volle zalen, toch? En meneer Van Rij is bij deze ook uitgenodigd, natuurlijk. Heel goed. Venlonaar van het jaar geworden trouwens. Echt hoor. Ja. Nee, maar Lex weet dat al lang, want hij is natuurlijk een beetje jaloers. Dat moet ook. Maar hij zal dat ook wellicht een keer worden met zo'n indrukwekkende carrière nu al. Ik was zeer vereerd. Het feit dat is een prijs die je krijgt van de Venlonaren. Dus Venlonaren moeten gaan stemmen en die moeten dus inderdaad een onderbouwing leveren waarom ze vinden dat diegene dat moet worden. Dus toen zaterdag bij mij de deurbel ging, zaterdagavond, en ik te horen kreeg dat ik dat werd, dat heeft me wel diep geraakt. Maar dan houdt alles op, Sef. Je bent 41? 41, Venlonaar van het jaar, van Prins Carnaval geweest. Ja, ik zei, burgemeester, ik ga ervoor. Nee. Dus, nee. Wat is er nog meer te behalen dan die titel? Nee, helemaal niet. Je bent daar ook niet mee bezig. Weet je, ik ben onderweg. Ik heb met FIFA Classic Live heb ik geprobeerd Venlo iets te geven met datgene waar ik iedere dag mee bezig ben. Dat is gelukt blijkbaar. En L1 ook op Limburg. En is in heel Limburg te zien. Dus inmiddels inderdaad. En zelfs landelijk. Want tweede paasdag worden we op NPO 1 bij Avro Tros weer uitgezonden. Het concert van afgelopen jaar wat ook hier te zien was. Ik ben gewoon ongelooflijk dankbaar dat ik die warme omarming heb gekregen. In Venlo, in Limburg, in Nederland. En nu doorbouwen, want dat is het. Ben je al Melikenaar van het jaar geworden, Joeri, of niet? Niet dat ik weet, nee. Ik heb nog een weg te gaan inderdaad. Panningnaar van het jaar? Volgens mij niet. Moet allemaal gebeuren dit, hè? Ik wilde wel heel even zeggen, dat mag ik diep respect heb voor wat je doet. En ik heb net je verhaal, echt een hele diepe buiging. Dankjewel. Echt fantastisch. Ja, en hij is sponsor, maar dat had Lex al voorgeschoten. En ik deel die kosten samen met Lex. Als ik nog één ding over Sef Tis mag zeggen, als mede-Venlonaar. Kijk, het grote geheim van Sef Tis is dat het is eigenlijk een goede Venlose jong gebleven. En dat vind ik heel mooi, Lex. Dankjewel. Vind ik echt tof. De Doos Tissues wordt zo meteen wil je weten wanneer we een theatervoorstelling, operavoorstelling over Jos van Rij, dat kan in augustus. Hij is te zien in Torren, Valkenburg, Brunsum en Wittem. El Rij, de operavoorstelling.